Hallo allemaal, mijn naam is Noor en welkom bij deze nieuwe video. In deze video wil ik jullie laten zien hoe je gebruik maakt van PDC en CPDLC. PDC, wat staat voor Pre-Departure Clearance, en CPDLC, wat staat voor Controller Pilot Data Link Communications, zijn methoden waarop piloten in staat zijn om efficiënt en veilig te kunnen communiceren met Air Traffic Control middels een digitale gegevensverbinding. PDC en CPDLC wordt ondersteund door enkele vliegtuigen binnen Microsoft Flight Simulator, maar ook als je een vliegtuig vliegt zonder PDC en CPDLC mogelijkheden, kun je er toch gebruik van maken. Dit zal ik aan het einde van die video ook nog uitleggen. Blijf dus vooral kijken tot het einde. Zoals al eerder gezegd is PDC en CPDLC een manier waarop digitaal, dus middels tekstberichten, gecommuniceerd kan worden met Air Traffic Control. Dit wordt ondersteund op VETSIM en IVAO en maakt het voor ons als piloten mogelijk om snel en efficiënt onze clearance aan te vragen. Ook kunnen we gedurende onze cruise berichten ontvangen van ATC met instructies en vectors. Daarover straks meer. Allereerst wil ik even beginnen met de ondersteunde vliegtuigen. Er zijn binnen Microsoft Flight Simulator namelijk niet zo enorm veel vliegtuigen die dit ondersteunen. De bekendste zijn de A320 van Phoenix Simulations en de A320neo van Fly-by-Wire. In deze twee vliegtuigen zit de mogelijkheid tot het gebruik van PDC en CPDLC ingebouwd en kun je er via de cockpit mee interacteren. Echter is het ook mogelijk om gebruik te maken van een externe tool die PDC en CPDLC mogelijk maakt, mocht jouw favoriete vliegtuig dit niet ondersteunen. Hiervoor kun je Easy CPDLC gebruiken. Hoe dit programma werkt, komt aan het einde nog aan bod. Voor het voorbeeld in deze video zal ik gebruik maken van de Phoenix A320 en gaan we een zogenaamde vlucht doen van Amsterdam Schiphol naar Warschau in Polen. Voordat je PDC en CPDLC kan gebruiken, moet je eerst een account aanmaken bij de Hoppy Service. Deze service is namelijk nodig omdat dit de functionaliteit van het hele systeem verzorgt. Je kunt gratis een account aanmaken op hoppy.nl. Leuk om te weten is dat de ontwikkelaar van Hoppy Nederlands is. Wanneer je een actief account hebt, ontvang je een Hoppy-code. Deze code dien je goed te bewaren. Sla deze dus ergens op. Mocht je deze al ooit aangemaakt hebben en toch vergeten zijn, dan kan je deze opnieuw aanvragen via de website. Zoals met veel wachtwoorden is het altijd raadzaam om deze code ook niet te delen met derden. De Hoppy-code dien je in te vullen in de Phoenix-app op je PC. Dat is dus niet in het vliegtuig zelf of op de IFB. Sla de code ook op voordat je de sim opstart, anders werkt deze helaas niet. Wanneer je dit hebt gedaan, kun je je sim opstarten en de vlucht laden. Vergeet niet om je vlucht zoals gewoonlijk ook te pre-filen op VETSIM of IVAO. Zonder een pre-file krijgt de controller namelijk geen PDC binnen. Dan is het nu tijd om te kijken naar hoe het systeem precies werkt. Welkom op Amsterdam Schiphol. We gaan voor het voorbeeld van deze video een vlucht maken in de Phoenix A320 met EasyJet. We zullen vliegen als Easy 947. We staan hier aan de Hotel 2 parking op Schiphol en wij gaan de vlucht voorbereiden eigenlijk en die ook uitvoeren. En we gaan beginnen met de PDC, want dat is het allereerste wat we gaan doen zo. Dus we gaan daarvoor naar de cockpit. Wat we gaan doen is we gaan naar de MCDU en dan beginnen we bij de ATSU. Dat is even stap nummer 1. Als je nog niet op dat scherm zit overigens, dan druk je gewoon op MCDU menu en dan kom je op dit scherm en dan kun je kiezen tussen de twee systemen. Nou, in dit geval dus ATSU. En als je dat hebt gedaan, ga je naar AOC menu en vervolgens naar Flight Init. Want in dit veld moeten we het een en ander invullen over onze vlucht. Nou, in dit geval heb ik het via Simbrief al opgeslagen en is mijn Phoenix geconnect ook met Simbrief. Dus ik kan dat gewoon opvragen via de Init Data Request.
Als je dat niet doet via SIM-brief, dan moet je het handmatig invullen in deze oranje vakken. Oranje betekent verplicht veld, dus je moet het dan invullen. Controleer altijd of het juist is ingevuld. Dus we zijn inderdaad Easy 947. We gaan vanuit Amsterdam naar Warschau vliegen. En dit is onze alternate. En we verwachten ongeveer 1:33 onderweg te zijn. Nou, dit klopt allemaal. Ga ik terug. Dan ga ik nog een keer terug, maar dan druk ik op MCDU menu. En dan ga ik naar de FMGC. En dat is een belangrijke stap. Dan kom je op dit scherm uit en dan gaan we naar de init pagina. Dat doen we door hier op init te drukken, op deze knop. En dan zie je hier nog een aantal andere verplichte velden die je moet invullen. En dit is echt cruciaal dat dit ook wordt ingevuld voordat je de PDC gaat aanvragen. Want als je dit overslaat, dan komt de PDC wel aan. Dan krijg je ook een reactie, maar die reactie kun je niet zien. Dus het is heel belangrijk dat je dit ook allemaal invult. Nou, hier geldt ook weer dat als je via SimBrief je vlucht gefiled hebt en Phoenix is gekoppeld aan SimBrief, dan kun je dus via init request kun je het opvragen. Dat duurt eventjes. Nogmaals, als je het niet via SimBrief doet, dan moet je het allemaal handmatig invullen. Ik haal ook nog even mijn OFP erbij. Dat doe ik met SimBrief Panel. Mocht je dit ook graag willen, dan kun je rechtsboven nu in beeld de tutorial vinden daarover om deze mod ook te installeren. Is super handig. En wat we hierin kunnen terugvinden is dat onze cost index 60 is en we gaan cruisen op, hier zit flight level 360. Dat klopt niet, want wij moeten een odd flight level hebben. Dus ik ga eventjes iets nieuws filen, want daar gaan we hem van maken. 370. Oh, ik moet hem even opnieuw opvragen. Dit is nog een oude flight plan. Ja, 370 klopt gewoon. Dus nu flight level 370 en cost index van 27. Dus die ga ik invullen. Cost index 27 en een cruise van 370. Die staat erin. Nou, dan is er nog één ding. Flight number, die moeten we nog invullen. En hier moet je dus echt je call sign invullen. Niet je vluchtnummer, als je die hebt, maar echt je call sign. Want anders doet PDC het niet. Dus Easy 947 is dat. 947. Check. Zetten we erin. Die staat erin. En als dit volledig is, dat is het nu, kunnen we terug naar MCDU menu. Dan gaan we weer naar ATSU. AOC menu. En dan naar ATC request. Want hier gaan we de PDC via kunnen aanvragen. Nou, kunnen we kiezen tussen twee dingen. Eentje is de pre-departure clearance. Dat is wat we vandaag gaan doen. En de andere optie is de oceanic clearance. Dat gaat ooit nog in een andere video besproken worden. Alleen niet in deze. Want het gaat met name nu om de pre-departure clearance. Dus daar drukken we dan op. En ook hier zijn er weer een aantal dingen die we moeten invullen voordat we de PDC kunnen aanvragen. Check altijd dat de vooraf ingevulde gegevens kloppen. Amsterdam naar Warschau klopt. Easy 947 klopt ook. Gate number is hotel 2. Dan de ATIS ID, dat is de information die we hebben. In dit geval hebben we information Foxtrot. Die vul ik in. Aircraft type A320, die klopt. En dan hier de station. Nou, die station, die moet je eventjes opzoeken. Hoe zoek je die precies op? Dat kan via VetSim, via VPilot kun je dat doen. Ik haal VPilot er even bij. En wat je dan gaat doen, is je gaat zoeken naar het station die de delivery functie op dat moment vervult. In dit geval is dat ook Amsterdam Delivery, maar dat had ook Ground kunnen zijn, bij wijze van spreken. In dit geval is dat Delivery, daar druk ik twee keer op en dan krijg ik hier het een en ander aan informatie toegestuurd. En hier zie je de PDC logon Echo Hotel Alpha Mike. Dat is toevallig hetzelfde als de ICAO-code van Amsterdam. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus check het wel altijd wat de PDC-logon precies is. Nou, in dit geval is dat dus Echo Hotel Alpha Mike. En die gaan we dan invullen hier bij Station. Echo Hotel Alpha Mike. Zet die erin. Check nogmaals één keer dat alles echt klopt. Nou, in dit geval klopt het. Dan druk ik op Send. En dan is die verstuurd. Dan zijn deze velden weer leeg. Nou, nu krijgt de delivery controller een aanvraag van ons via PDC. En daar moet hij op reageren. En als hij onze aanvraag goedkeurt, dan krijgen wij daar een bericht van terug. Nou,
wanneer of hoe weten we dat daarop gereageerd is? Nou, dat weten we op verschillende manieren. Eén is omdat hier een ATC message knopje zit die dan blauw gaat knipperen. Dat is één. En twee, je gaat ook een geluidje horen, een soort toon. Dus ik wacht even op reactie van onze Amsterdam Delivery Controller en dan laat ik jullie zien wat je vervolgens moet doen. Nou, zoals je ziet en al waarschijnlijk hoort, hebben we dus een bericht gekregen. ATC Message gaat hier branden. En we hebben ook dat toontje gehoord. Dat kan eigenlijk niet missen. Maar waar gaan we die PDC clearance die we hebben gekregen, waar gaan we die nou precies zien? Nou, daarvoor moeten we naar dit schermpje boven de MCDU. Ik zal het even een beetje inzoomen. Dit schermpje hier. Maar hij staat nog uit. Dat is jammer. Want er staat standaard uit. Je moet hem nog even aanzetten door hier op BRT te drukken. Bright. Dan kunnen we de brightness van aanzetten. En nu zien we onze clearance. We hebben een clearance gekregen. Cleared to Warschau, runway 24. Departure Arnhem 3 Sierra. Initial climb flight level 60. Squawk 3157. When ready, call frequency 121980. If enable, staat hier page 1 of 2. Dan gaan we naar de tweede pagina. If enable, call voice. Nou, dat kunnen we zeker doen. Dus Arnhem 3 Sierra schrijf ik op. 3157 schrijf ik ook op. En de frequentie 121980 schrijf ik ook op. Kunnen wij dit doen? Ja, dan kunnen wij hier Roger doen. We kunnen ook standby zeggen van wacht heel eventjes. Nou, in dit geval zeg ik dat is prima. We kunnen dit zeker vliegen. Doe ik Roger. Dit is onze reactie. En vervolgens moet ik de reactie nog opsturen. En dan druk ik hier op send. En dan is bij deze onze pre-departure clearance gedaan. En hier is received by ATC. Dus ATC is op de hoogte van dat wij de PDC geaccepteerd hebben en acknowledged hebben. Dus dit is het eigenlijk. Dit is hoe PDC precies werkt. En nu weten wij... Oh, nu, als ik deze close, dan zou de melding als het goed is weg moeten gaan. Nu weten wij wat onze squawk is, dus die kan ik hier dan mooi invullen. 3157. En kunnen het vliegtuig verder helemaal klaarmaken voor vertrek. En dan zie ik jullie straks als we gaan vertrekken. Wat nog wel overigens belangrijk is, is je zag natuurlijk de frequentie staan waar we ons moeten melden. Check dat altijd goed, hè, dat je echt die frequentie gebruikt. Want die staat dus heel expliciet 121980. Dat is nog steeds de delivery controller in dit geval. Dat kan per veld, per luchthaven, kan het verschillen wie je moet contacteren als je klaar bent met dat je push en start kan krijgen. Dus check dat goed, dat je altijd de frequentie hier neemt en niet zelf gaat zoeken naar bijvoorbeeld de ground frequency. Want dat zou in dit geval dus niet goed zijn. Want dit is de 121980 is de delivery frequency in dit geval. Dus we moeten ons met delivery melden op het moment dat wij klaar zijn met voorbereiden voor onze vlucht. Dus ik ga dat gewoon eventjes doen en dan gaan we zo onze pushback aanvragen en dan zie ik jullie zo terug. Oké, we zijn klaar. PDC is ontvangen natuurlijk al. We kunnen pushback en startup doen, dus dat gaan we aanvragen bij delivery. Schiphol delivery, goedenavond. Easy 947 Hotel 2 with PDC requesting pushback and startup. Easy 947, good evening. Information Foxtrot is current, QNH 9095 hectopascal. Contact tower on 119.230, bye bye. Information Foxtrot, QNH 9995 hectopascal en contact tower 119.230, easy 947, fijne avond. Oké, we gaan naar tower en dan gaan we de pushback aanvragen en dan gaan wij vliegen. Easy 947, runway 24, cleared for takeoff and 120.35 knots, bye bye. Runway 24, cleared for takeoff, easy 947, bye bye. Continue approach number 2, reduce minimum approach speed, DC 15X-ray Bravo,
Nou, we zijn onderweg. We vliegen nu boven Amsterdam en we gaan straks het Duitse luchtruim in. En als we boven het Duitse luchtruim vliegen, dan kunnen we gebruik maken van CPDLC. En dat is ook weer een beetje dezelfde manier als hoe we de PDC hebben gebruikt. Maar dan is dat voor instructies tijdens het vliegen. Maar wat daarbij wel belangrijk is om te weten, is eigenlijk twee dingen. Goedenavond, Easy Six Echo inbound. Eén is dat je altijd je alsnog eerst moet aanmelden per voice. Dus de initiële aanmelden altijd nog per voice. En twee, dat je PDC of CPDLC gebruikt, is geen reden om niet naar de frequency te hoeven luisteren. Want het kan zijn dat de ETC per spoed nog iets moet doorgeven, instructie. Dan kan hij dat nog steeds per voice doen. Dus je moet altijd nog actief blijven luisteren. Moet je voorstellen dat de CPDLC berichten in het echt ook mogelijk enige vertraging geven in reactietijd. Als zij jou een direct geven of een bepaalde heading, dan duurt het natuurlijk even voordat daar daadwerkelijk op gereageerd wordt. Dus dat is goed om je te realiseren. Nou, boven Amsterdam kunnen we niet heel makkelijk gebruik maken van PDC. Of CPDLC. Omdat het Nederlandse luchtruim zo klein is. Dus daarom gaan we het pas doen boven Duitsland. Dan hebben we ook een veel langer stuk om te overbruggen. Hè. Dus in die zin is dat ook iets logischer. En voordat we straks gebruik kunnen maken van CPDLC, moeten we de station daarvan ook nog eerst invullen. En dat doen we op de MCDU. Dus dat gaan we. 135650, Easy 947, tot ziens. 135650. I'll be back in one minute. Zo. Want die 5650 en die station die we zojuist hebben gekregen, die moeten we nog invullen. Dus dan gaan we ervoor naar ETSU, dan naar ETC menu, dan naar connection, notification en dan vul ik hier daar de station van. Dat is Echo Delta Golf Papa. En dan ga ik ons weer aanmelden. Langen, good evening, Easy 947 for flight level 250 with CPDLC. Easy 947, Langana, hello, identify, no CPDLC received yet. Going 5 Alpha Romeo, maintain. Misschien was ik net iets te laat met de notify. For EC 947, did you receive the CPDLC? EC 947, nice. Oké, dus in dit geval zijn we identified en is hij op de hoogte van onze PDC. Log on accepted, staat hier ook, reply. Dus dat is mooi, dus hier zien we ook dat de logon is geaccepteerd. Die kunnen we sluiten. En nu is het een kwestie van dit in de gaten houden. Je ziet ook Active ATC Echo Delta Golf Papa. Dat is het station waar we nu zijn. Nu is de kwestie van dit in de gaten houden. En nog steeds natuurlijk wel blijven luisteren naar ATC. Want zoals ik net al zei, dat blijft belangrijk. Als we toch ineens bepaalde snelle beweging moeten maken. Omdat er bijvoorbeeld dreigt dat we ergens tegen alle vliegtuigen aangaan. Dan is dat natuurlijk gewenst dat we daar snel op reageren. Nou, in dit geval krijgen wij een direct. Proceed direct to Subix. Dus dat gaan wij doen. Direct. Subix. Dat is deze. Insert. En dan zeg ik meteen Wilco. Want we gaan het doen. En dan send. En dan hebben we nog een tweede bericht. Message received by ATC. Gaan we naar bericht nummer 2. Climb to flight level 370. Dat gaan we ook doen. Dus dan gaan we naar 370. Zo. Nou. Dan zeggen we ook, dat kunnen we, Wilco.
en send. En dat is ook opgestuurd. En dan kunnen we close en dan zijn we mooi onderweg naar Warschau. Ryanair 469 at descent flight level 70. London Lufthansa 909, can you confirm positive CPDLC? Nou, op dit moment kregen we een bericht, climb to flight level 330, terwijl we al geklaard waren voor 370. Waarschijnlijk is er iets anders aan de hand waardoor wij even niet door kunnen. Dus ik heb dat meteen doorgegeven dat we dat zeker kunnen doen. En dan krijgen we een nieuw bericht binnen. Contact 134710. En dat is Maastricht waarschijnlijk. Dus dat gaan wij doen. Wilco. Send. 134710. 280 inbound D0. Ewing, 20 Foxtrot Maastricht Delta identified. Nou, ook daar moeten we de station weer van inzetten. Dus dan gaan we naar ATSU, ATC menu, connection, notification en dan Echo Delta Yankee Sierra. Maastricht radar, good evening, EZ 947 for flight level 330 with PDC. 947, Maastricht radar. Good evening, identified. Report your final system. Requesting flight level 370 if available. Yeah, easy. 947, climb flight level 370. Climb flight level 370, easy 947. Center, Fortune 122, at Libya, 35,000, 36,000. Saving Airlines 1-2 Maastricht identified. Oh, Fortune, sorry. Fortune 1-2. Nou, we hebben ons aangebeld en hier zien we ook dat de logon is geaccepteerd. Dus logon accepted. Altijd prettig om dat weer even terug te krijgen. Current ATC unit, Echo Delta Yankee Sierra, Maastricht radar, klopt. Dus die kunnen we sluiten. En die kunnen we ook sluiten. En dan kunnen we onze vlucht verder vervolgen. Zo makkelijk gaat het. Heel simpel. Nou, ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben gekregen van hoe PDC en CPDLC een beetje werken. Uiteindelijk is het best wel handig en werkt het best wel goed. Maar je moet wel een beetje even de ins en outs weten van hoe dat nou precies werkt. Ik zou zeggen, probeer het eens uit. Nogmaals, het kan zowel in de Phoenix A320 als in de Fly-by-Wire A22NX mod. Die is gratis, die laatste. En als je een ander vliegtuig wil vliegen, zoals de PMDG Boeing 737, die heeft dat dan niet ingebouwd. Maar dan kun je dus gebruik maken van EasyCPDLC. En dat ga ik dan in het volgende deel nog laten zien. Dus tot zo. Naast dat je PDC en CPDLC kunt gebruiken in de Fly-by-Wire A320 en de Phoenix A320, kun je er ook gebruik van maken in vliegtuigen die dat niet ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is de PMDG Boeing 737. Veel mensen vliegen hierin. Deze heeft helaas niet standaard ingebouwd in de cockpit een mogelijkheid om gebruik te maken van PDC en CPDLC. Dus een alternatief daarvoor is om gebruik te maken van EasyCPDLC. Dit is een extern programma dat gratis te downloaden is via de link in de videobeschrijving. Deze kun je installeren op je computer en draaien tijdens je vlucht. Alle PDC en CPDLC principes zoals ik die al heb laten zien in de Phoenix zojuist, werken ook in CPDLC. Ik zal daarom nu kort laten zien hoe het ongeveer werkt, maar we gaan niet alles weer helemaal bespreken, want eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Het gaat nu meer om het programmaatje zelf. Nogmaals, Boeing 77 heeft geen native ondersteuning voor CPDLC en PDC mogelijkheden. Dus wat ik ga doen, ik ga laten zien hoe dat dan wel kan middels EasyCPDLC.
Easy CPDLC ziet er zo uit als je dat connect. Voor de eerste keer als je dat opstart, moet je je Hoppy ID en je VetSim ID opgeven. En dan kun je daarna een verbinding maken. Nou, ik ga nu ook verbinding maken met de connect-knop. Belangrijk daarbij is nogmaals dat je je vluchtplan hebt gefiled op VetSim. Omdat als je anders een request doet, de controller het niet ontvangt. Dus dat moet je echt niet vergeten. Nou, nu gaan we naar onze PDC, want we staan hier op Frankfurt en ik wil naar Amsterdam vliegen. En ik heb daarvoor een vlucht geprefiled. En we gaan nu onze PDC, onze pre-departure clearance, aanvragen. Dat doe ik hier door op ATC te drukken. En dan ga ik hier naar request clearance. Als ik daarop druk, kan ik ook nog oceanic clearance aanvragen. Maar in dit geval is dat niet van toepassing. We willen departure clearance. En dan kunnen we hier het een en ander aan info opgeven. Nou, de recipient, dat is eigenlijk de station ID. En in dit geval is dat Echo Delta Delta Foxtrot. Dat kun je opzoeken door in VPilot op de delivery functie te drukken. Dat is in dit geval de ground controller. Als ik die open, dan zie ik hier meteen het station waar het om gaat. Echo Delta Delta Foxtrot. We zijn KLM 947. We zijn een Boeing 738. Dat klopt. Departure airport is Frankfurt. En we gaan vliegen naar Amsterdam. Onze stand op dit moment heb ik heel even niet paraat. Dat is wel een belangrijke. Dus je moet dat altijd even opzoeken. Normaal gesproken staat dat altijd wel even voor je hier. Alleen op deze scenery is dat helaas nog niet van toepassing. Dus ik ga dat heel even opzoeken. Zo, we staan dus aan Bravo 24, dus die gaan we hier invullen, Bravo 24. En onze ATIS information, die moet je dus ook even opvragen en beluisteren. En in dit geval hebben wij information Mike, dus ik zet die hier in. En dan vervolgens, als alles helemaal klopt, druk ik op send. En dan wordt het verstuurd. En dan wachten we eigenlijk reactie af van de ground controller die ons de departure clearance gaat geven. Nou, je hoorde al een pingetje. We hebben al meteen reactie gekregen. Dus die gaan we eventjes openen. KLM 947 received request being processed standby. Mooi. Nou, we wachten eventjes af. We hebben weer een nieuw bericht van CPDLC. KLM 947, clear to Amsterdam, runway 25 center via Maroon 7 Mike, climb flight level 70, squawk 1000. It is Mike, report ready on 11855. Dat is onze clearance, daar kunnen wij aan voldoen. Dus wat ik ga doen is ik ga dit accepteren. We kunnen ook zeggen nee, het kan niet, of wacht een momentje. Of we kunnen ook free text doen, dan kunnen we iets terugsturen per tekst door dit gewoon in te voeren. Nou, in dit geval kunnen we dit gewoon accepteren. En bij deze heb ik het geaccepteerd en kan ik ook heel erg makkelijk terug naar onze clearance om het nog eens na te lezen, mocht de squawk nog even moeten nagezien of vergeten zijn wat de departure is, dan kun je dat allemaal nog heel makkelijk terugzien. Dit is eigenlijk hoe het werkt. En nogmaals, het is eigenlijk hetzelfde zoals ik dat eerder heb laten zien in de A320. Alleen is het nu gewoon met een extern programmaatje wat je op de achtergrond kunt draaien. Eén laatste ding wat ik graag nog zou willen toevoegen is dat je in de lucht natuurlijk ook weer opnieuw moet verbinden. En dat doe je dan niet met een PDC, een pre-departure clearance, want die heb je dan natuurlijk al. Maar dat ga je dan doen door gewoon weer een logon aan te vragen. Dat kan in EasyCPDLC door hier naar ATC te gaan. En dan in plaats van request clearance doe je logon. En dan krijg je hier ook weer de station naam die je hier moet invoeren. Dus die voer je dan in en dan druk je op send. En dan spreekt het eigenlijk verder wel voor zich. Dus ook dat kan gewoon in EasyCPDLC. Dus ik zou zeggen, ja, probeer het uit. Het is op zich wel handig en het werkt ook wel op een hele prettige en goede manier. Ook voor de controllers is het een veelal prettige manier om mee te werken, omdat het toch wel wat werkverlichting geeft. Nogmaals, alle links naar alle relevante dingen die in deze video zijn besproken staan in de videobeschrijving. En dan denk ik dat we het bij deze gaan afsluiten.
We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze video over PDC en CPDLC. Ik hoop dat jullie nu voldoende voorbeelden hebben gezien en dat u zelf kunnen proberen in jullie favoriete vliegtuig. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een nuttige video? Laat het dan vooral weten met een duimpje omhoog. Videosuggesties zie ik graag in de comments. Abonneer om geen video's en streams te missen. En volg mij ook op Instagram. Kijk ook eens op de website dutchsimpilot.com. Alle links staan in de videobeschrijving. Tot de volgende keer!